We maken het gerechtje met Hollandse asperges. In de bak vindt u hier de ham, het gekookte eitje, de krieltjes. Die zijn al voorgegaard in de vacuümzak. En hier de saus met basilicum en dragon. De saus kan je opwarmen in een pannetje. En dan heb je de krieltjes. Die verwarmt u 8 à 9 minuten zeg maar, in de aubainmarie. Een aubainmarie is een warm waterbad van 80 graden. Dus je kan die zo in het water leggen. En de asperges verwarmt u 6 minuten. Dus 2 minuten later, 3 minuten later, doet u de asperges erbij. Dus daar kan u de saus verwarmen. Daarna 6 minuten haalt u de asperges eruit. Een klein beetje nazouten. Je legt ze op bord. De ham kan u, ja, die kan u eerst zo 3 minuten in de oven van 180 graden verwarmen, maar het hoeft niet. En als u op die asperge legt, wordt het vanzelf warm. Het eitje kan u erbij doen. Ja, de krieltjes zijn tussentijd ook warm. Voilà. Als laatste de saus. Een lekkere saus, want dat is eigenlijk de smaak van het gerecht. Nou, een lekker bordje vrolijkheid.